Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Dankzij een zonnige ochtend is het aantal zonuren van dit jaar in de beeld opgelopen tot boven de 2022 uur. En dat betekent dat het het zonnigste jaar ooit is sinds dat we met de metingen zijn begonnen in 1901. Het oude record stond op 2021 uur en dateert uit 2003. Daarmee hebben we 400 zonuren meer gehad dan normaal. En om dat in perspectief te zetten, dat is evenveel zonuren als twee junimaanden bij elkaar. Dus rond het hoogste punt van de zon in het jaar. Heel veel zon dus dit jaar. Vandaag ook behoorlijk wat zonneschijn in de zuidelijke helft van het land. Op deze satellietfoto kunnen we zien dat het noorden van het land meer bewolking had. En die bewolking die schuift vanuit het oosten over ons land heen. Boven Duitsland ligt meer bewolking. Die brokkelt wel een beetje open, maar dat betekent wel dat we vanavond een afwisseling hebben van wolken en opklaringen. De meeste opklaringen dus nog steeds in het zuiden van het land. Er waait een matige oostelijke wind. Zo halverwege de avond is de temperatuur alweer gedaald tot rond het vriespunt. En komende nacht gaat het op de meeste plaatsen licht vriezen. Zo min 1 graden aan de kust, tot min 3 of min 4 graden lokaal verder landinwaarts. Nog altijd de meeste wolken in het noorden en de meeste opklaringen in het zuiden. Ook morgen houden we een afwisseling van wolken en zon. Het blijft overal droog. En in de middag ligt de temperatuur tussen 1 graden in Groningen boven 0 en 2 of 3 graden in de rest van het land. Er waait een matige wind uit oostelijke richtingen, veelal kracht 3. Op zaterdag volgt er nog een dag met temperaturen amper boven het vriespunt. De dag begint met nog een beetje zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking steeds meer toe. De bewolking wordt ook dikker en in de tweede helft van de avond begint een neerslaggebied vanuit het zuidwesten over het land te trekken. In de nacht naar zondag trekt het neerslaggebied verder. De neerslag valt in de vorm van regen in het zuidwesten, maar gaat verder in het land al snel over in natte sneeuw of sneeuw. En mogelijk dat er ook wat onderkoelde regen valt. Dat kan dan leiden tot ijzel en verraderlijke gladheid. In de loop van zondagochtend trekt de neerslag weg en dan gaat de temperatuur flink oplopen. Zondag overdag in de middag is het 5 graden in Groningen tot 9 graden in Zeeland. De koude lucht zijn we dan dus echt kwijt. De wind is gedraaid naar het zuidwesten en wordt matig kracht 3 of 4. Op maandag overheerst de bewolking en dan valt er van tijd tot tijd regen. Het is dan zo'n 5 tot 8 graden bij een matige zuidwestenwind. En kijken we dan naar de 15-daagse verwachting... dan zien we die overgang van het koude naar het zachtere weer duidelijk terug op de zondag... En ook voor de langere termijn, volgende week, blijft de temperatuur overdag ruim boven het vriespunt. In de nachten kan het misschien een enkele keer dicht bij het vriespunt komen, maar over het algemeen ligt ook s'nachts de temperatuur boven nul. En ja, wat die sneeuwkansen betreft, die zien we ook terug in de 15-daagse. Het is echt wel een grote kans in de nacht na zondag dat het eventjes wit kan worden. En misschien dat het sneeuwdekje het zelfs nog tot zonsopkomst blijft volhouden. Maar omdat de temperatuur dus zondag overdag flink oploopt, zal de sneeuw uiteindelijk wel weer vrij snel gaan verdwijnen. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.